En wat ga je straks spelen voor ons? Niet welk Elephant. Liedje? Welk liedje ga je spelen? Like a Bullet. Like a Bullet. Ja. Oké, en waar gaat dat over? Like a Bullet gaat over het meest uit het leven halen, zeg maar. Ik zing Did You Live Your Life Like a Bullet, Aiming for More. En het staat los van kogels of wat dan ook, maar het is meer een... dat je niet op één doel afgaat, maar dat je er altijd meer uit probeert te halen. Constant meer uit leven proberen te halen is wel een soort streven. Ja, een goed streven. Ja, lijkt me wel. Het maakt niet altijd makkelijk, want het is heel makkelijk om bij mooie situaties te blijven hangen, zeg maar. Of als iets goed is, om dan te vergeten dat dingen beter kunnen. En soms is het ook wel goed om bij dingen te blijven hangen, maar praat ik nou heel vaag? Nee, ik begrijp het gewoon. Maar wat is nou het hoogtepunt uit jouw leven? Stel, ik ga nu een boek over jouw leven schrijven. En jij probeert toch steeds het beste uit het leven te halen. In welk hoofdstuk zou ik dan per se moeten lezen? Morgen, hoop ik. Morgen? Ik hoop het wel. Waarom morgen? Nee, gewoon morgen en overmorgen. En wat, nee, welk hoofdstuk uit dat boek? Ja, nee, ik snap waar gaat het dan over? Maar dat ik hier zit natuurlijk. Dat je hier zit? Nou, dat wordt een geniaal boek. Nee, het lijkt me heel leuk als je eventjes voor ons het liedje speelt. Like a Bullet. Ga ik doen. Oké. Like a Bullet. Door. Ik moet mezelf aankondigen. Nee, hoeft niet hoor. Wat is het mooiste compliment wat je ooit over je muziek hebt gehad, trouwens? Ik denk dat het was toen een café stiller werd, toen ik een nummer speelde. In de cafés zijn nogal rumoerig meestal en dat begrijp ik. En dat is helemaal... Helemaal prima stijl, soms, ja. Maar ik zat een nummer te spelen, wat me ook wel veel deed, was een heel rustig nummer en het publiek werd steeds sterker. En dat vond ik echt een, ja, dat is wel een van de mooiste complimenten die je überhaupt denk als muzikant kunt krijgen bij rustig nummer. Dus dat je gevoel bij mensen losmaakt. Ja, precies. Okay. Nou, dank je. Zullen zien. Just one for once to change the way this all began to go right. Where you went wrong and you would run where you were standing still and feel by breathing that you lived so well. You'd love to go back but not for once to change the way this all began to go right. Where you went wrong and you would run where you were standing still, feel by breathing you lived so well. But can you say, without trying to move away, that you lived your life to the fullest now, and never get bored of that you left the gun like a bullet aiming for more? That you lived your life to the fullest now when you get to the core. That you left the gun like a bullet aiming for more. Feel that part that hides in you somewhere in you. Your dreams become real, be your true self. And can you say, without trying to move away, that you lived your life to the fullest now, and never get bored of that you left the gun like a bullet aiming for more. That you lived your life to the fullest now when you get to the core. That you left the gun like a bullet aiming for more. You're always aiming for more. You're always trying, yeah, you're trying to get more.
And I understand you had to go away, but I just don't think it's fair how you can take half of the joy I have in love away. Nou, ik kan me wel voorstellen dat een kroeg stil wordt hoor, als je daar staat te spelen. Dat was dus een compliment. Dank je. Nee, ik vond het heel mooi. Hey, volgens mij zitten we alweer bijna door onze tijd heen. Ik vond het echt heel super. Ik wil nog één ding van je weten. Hoeveel vrouwelijke fans heb jij? Ik heb ze niet geteld. Sorry. Je hebt ze niet geteld. Oh, zijn het er zoveel? Ik hoop het. Nee, als jij nu één wens mag doen voor de toekomst, hoe zie je het dan voor je? Ik hoop denk ik vooral dat ik heel erg lang van muziek maken mag genieten, maar vooral ook heel erg veel beter mag worden. Ja. En hoop je dat je later heel veel hits gaat scoren? Als het kan met de muziek die ik wil maken, ja. Want dat is natuurlijk, dan kun je met muziek blijven maken en kun je kijken wat je doet. Ja. Komt allemaal goed, maar dat is wel een voorwaarde. Nou, anders word ik niet gelukkig van. Volgens mij moet het helemaal lukken. Ik vond het in ieder geval, ik vind het heel knap. Gitaar spelen, liedjes schrijven en ook nog eens zo mooi erbij zingen. Ik hoop dat het allemaal goed komt met jou in de toekomst. En volgens mij gaan wij nu afsluiten. Dankjewel dat je er was. Ja, bedankt. Dit was het weer, Egotrip voor vandaag. En morgen zijn we er weer om 4 uur met een nieuwe gast. En vergeet niet jezelf ook aan te melden op egotrip@bnn.nl. En dan zit jij hier volgende